Daarom wil ik je met trots de erekleuter van 2012 voorstellen. En dat is Dick Groenewoud. Joke, je mag hem even gezellig. Dick is geboren in Amersfoort. Daar kan je niet altijd alles hebben natuurlijk. Heeft er ook gewoond tot hij ging trouwen met zijn vrouw Joke en is toen overal naar Veen komen wonen. Hij voetbalde eerst bij de KNVVA, maar is toch wel vrij snel tijdens de verkering al bij VVV Hooglanderveen gaan voetballen. VV. In 1963 werd Dick aan zijn knie geopereerd en aan zijn toekomst als prof was toen ook voorbij. Inmiddels is deze gelukkig vervangen ook door een kunstknie. Zijn vader heeft ook nog de stap gemaakt naar ons club hier in het Veen. En ondertussen speelt al de vierde generatie Groenewoud in het dorp. Van 1973 tot 1983 heeft Dick in de raad gezeten en heeft in vele commissies gezeten. En veel opgezet voor de vereniging. En het bouwen van karren was ook altijd een groot feest. Een uitje naar Duitsland was een van de vele hoogtepunten. En dat Willem daar gelijk begon met, wo is mijn vaarraad? Ja, dat was gelijk voor het hele weekend klaar. Ze verbleven in een klein, maar o zo gezellig dorpje. Gewoon Duits Hooglanderveen. Helaas, door omstandigheden heeft Dick het nooit gezocht op Prins. Maar dat maakte zijn tijd bij de keuze niet minder om. Een ander hoogtepunt was de rommelmarkt. Eerst al de spullen overal ophalen en dan het verkopen. Dat werd zelfs op de Groenmarkt gedaan. En oude Jan van Beckum stond raar te kijken dat al die troep nog werd verkocht. En voor de beste prijzen. Want dat kon ik wel. In 1977 kwam Dick in het schoolbestuur als penningmeester en heeft daar de overgang van meester Pielhagen naar Gijs Hamersveld meegemaakt en ook de nieuwe school. Hij heeft tot 1983 in het schoolbestuur gezeten. In 1987 kwam Dick in de Belangenvereniging, de opvolger van de dorpsraad. Hij heeft hier 6 jaar in gezeten en het groei van het dorp aardig meegemaakt. Van 1994 tot 2006 is Dick voorzitter geweest van Caritas. Tegen de tijd dat Dick hiermee wou stoppen, hadden zijn mede-bestuursleden ook maar gedacht om hiermee te stoppen. Toevallig was het net carnaval en ja, Dick is mee aan de slag gegaan. En heeft voor hemzelf, voor Gerard van Engstem en Bep van Beek, in hetzelfde carnavalsweekend, gelijk maar even Diana Verdongen, Huub van Grift en Dirk Joost van Amersfeld even geregeld om een nieuw bestuur te vormen. Waar carnaval al niet goed voor is. In 1983 tot 1989 heeft onze erekleuter ook nog in het jeugdbestuur van de voetbalvereniging gezeten, toen zijn eigen zoon daar speelde. Verder heeft hij ook in de ledencommissie van de Rabobank gezeten en ik kreeg gelijk in ons gesprek wat tips om misschien de vereniging toch nog wat te verrijken. Met medeleden uit Hoogland, Hoevelaak en andere wijken van Amersfoort werd er dan ook bekeken wat en hoeveel er uitgekeerd kon worden aan sponsoring en verzoeken van verenigingen en dergelijke. Op het moment is Dick nog in de functie van baancommissaris bij de tennis, maar zullen we het verder niet over hebben. U hoort wel dat deze man zijn sporen in het dorp heeft achtergelaten. En daarom waagt het de raad om Dick Groenewoud te onderscheiden als erekleuter. Graag wil ik de bijbehorende onderscheiding en oorkonde overhandigen. En uiteraard nog een lekker flesje drank voor Dick. En uiteraard een mooie bos voor Joker. Dan geef ik u graag het woord aan jou, Dick. Ja, ik voel me eigenlijk heel vereerd om deze onderscheiding te krijgen. Ik bedank ook de keuters. Al met trots en hier zal ik hem omhangen. Bedankt.
Dankjewel.